We zijn op dit moment in de Sluis Tuinen en ik sta naast Marianne Kastelein. En wij waren gelijk al geïnspireerd door de veel objecten die we hier gezien hadden. Door ons rondje wat we eerder al maakten. Ik ben heel nieuwsgierig, wat heeft jou gebracht om met veelt aan de slag te gaan? Nou, textiel doe ik al van kind, of ja, met textiel ben ik al vanaf kind af aan in aanraking. Toen ik 4 jaar was, heeft mijn oma mij nog breien geleerd. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ik heb op de middelbare school gezeten. En daar had ik het geluk dat ik textiele werkvormen ook in mijn eindexamenpakket kon doen. Dus dat was fantastisch. En ja, zo is de kunstacademie gedaan. Altijd zo verder bij textiel bezig geweest. En op de academie had ik een project gedaan met wol. Ik had een zak wol gekregen van de moeder van een vriendin. Dus ik vilte in een douchebak. En nou, het lukte voor geen meter. Dus echt hele kleine, dikke stukjes daar wat van gemaakt. En jaren later zou ik een cursus gaan doen. En ter plekke ging ik iets doen wat mij totaal niet aansprak. Maar je had ook de mogelijkheid om te gaan filten. En toen had ik zo van, nou, dan ga ik filten. Dus met een proeflapje begonnen. En toen bleek dat ik jaren geleden de verkeerde wol had. Ik had toen tesselaar. En tesselaar achteraf is zo bekend van dekbedden. Dat blijft. Dat veelt dus niet, gelukkig niet, voor de dekbedden. En de merino wol, die veelt als een tierenleer. Dus toen was mijn, toen bleek dus dat het aan het materiaal lag en niet aan mijn handelingen. Na dat proeflapje ben ik gelijk een hele grote lap gaan maken. En daar heb ik mijn eerste veeltjasje van gemaakt uit 1 stuk. En langzamerhand door de jaren heen heeft het veelten voor mij zich hoe langer hoe meer verlegd naar objecten. Wat mooi. En werk je dan ook in opdracht? In opdrachten is ook mogelijk. Ja, en dan kun je denken aan akoestische panelen of verlichting, wat ik hier ook heb hangen. Maar ook de hele kleine spulletjes zag ik. Heel groot, ja, en heel klein. Klein. Ja, beide. En ja. Mensen die dus een cadeautje willen kopen voor een verjaardag, die kunnen hier ook terecht. Die kunnen hier ook terecht, ja. Daar hebben we ook even een klein voorgesprekje gehad. En je hebt wat verteld over het roestproject, dat staat hier. Ja. Vertel de kijkers wat dat is. Nou, ik ben ook weer begonnen met naturel lappenfilten. En die in de grond te stoppen en kijken hoe het er dan uitkomt. En die weer verder verwerken. En door middel van plooien, vouwen en plooien mee aan de gang. Om daar dan totdat er een object uitkomt. Zo van, dit is het. En dat is dat echt eenmalig. Dus dat is altijd een heel spannend, tijdrovend proces. Dat stop je dan in de grond. En hoe lang is dat dan? Moet dat erin zijn? Nou, toevallig was ik toen naar Frankrijk, een paar dagen naar Frankrijk. Dus ik had het in Frankrijk gedaan. En dat was gelijk heel mooi. En toen dacht ik, ik laat ook iets heel lang de hele zomer in de grond zitten. Want dat wordt vast nog mooier. Dat was een beetje te lang. Dus dat is uiteindelijk niks geworden. Dus dat is ook een beetje zoeken. Of het wel, hoe lang in de grond en waar in de grond. En ook gewoon door het weer zijn werk laten doen. Ja, want ik kan me voorstellen dat het bepaalde grondsoort heel erg invloed heeft. Ja. Veen of lijn of leem. Zover ben ik nog niet in mijn onderzoek. Okay. Ik vind in ieder geval de entourage al hier prachtig. Met de lichtinval en objecten komen prachtig uit. Dus ik zou zeggen heel veel succes verder. En dat je nog maar een mooie 2 laatste dagen mag hebben. Ja, dankjewel. Okay. Ik sta hier bij Arnold Bakker. In zijn atelier, dus niet alleen tijdens de kunsttiendaagse. Jij bent beeldend kunstenaar en edelsmid. Klopt, ja. We staan hier in je workshopruimte, je werkruimte. Wat maak jij precies? Sieraden, geheel volgens met eigen handtekening. Ja. Dus hedendaags controversieel, out of the box. Anders dan wat je ziet bij de juwelier. Dat is mijn doelstelling. Ja. En van welke materialen? Ik werk eigenlijk met alle materialen. Van ebbenhout tot goud, zilver, titanium. Ook kunststoffen soms. Net wat voorhanden is en wat interessant is om mee te werken. Ja, eigenlijk van alles, ja. En edelstenen? Ja, heel veel met edelstenen. Ja. Ik werk het liefst met ruwe edelstenen. Vind ik mooi, omdat dat een uitdaging is. Dan hoef je geen standaard vormen te bedenken. Dan moet je je aanpassen aan de vorm van de steen. Dus dan
is de steen een uitdaging om een manier te vinden. Hoe ga je die verwerken? Wel even kijken bij wat je zo al maakt. Je gebruikt ruwe stenen. Kun je daar wat over vertellen? Ja, ik heb hier bijvoorbeeld een voorbeeld. Dat is een ruwe aquamarijn, hoe die gewoon uit de natuur gegeven wordt. En het lijkt alsof die al geslepen is, maar dat is dus niet. Er is niets aan gedaan. Het is puur made by nature. En dan is het aan mij de uitdaging om zo'n steen er heel uit te krijgen en daar vervolgens een sieraad mee te maken. Ja. En, nu we hem zo bekijken, wat zou je hiervan gaan maken? Wat voor plan krijg je hierbij? Nou, dit vind ik een heel mooi cluster, dus ik twijfel nog of ik het wil kapot maken. Ik vind de steen zo mooi dat ik denk, ja, dat is ook weer, dan maak ik het stuk. En daar twijfel ik nog heel erg over. Dus ik heb wel al zo'n cluster een keer gedemonteerd, zeg maar. Dus ik heb daar oorbellen van gemaakt. Die liggen naast mij hier in de vitrine. Dus ook met ruwe aquamarijn. En dat is dan ook weer hedendaagse vormgeving, maar wel met hele mooie ruwe stenen. Ja, ja, prachtig. Ik zou het ook niet stuk willen maken. Het is prachtige kleuren, inderdaad. Mensen maken al zoveel stuk. Dus ja. Dus daar wil ik eigenlijk zo min mogelijk aan meewerken. Maar soms ontkom je er niet aan. Nou ja, je hebt hier vast je expositie, maar ook werkruimte. En nu met de kunsttiendaagse, zijn er veel mensen geweest? Heb je veel kopers gehad? Ja, ik heb kopers gehad. Ik heb opdrachtgevers. Ik heb heel veel mensen die vragen stellen. Dus het is 10 dagen babbelen. Ja. En kaartjes uitdelen, flyers uitdelen, uitleg geven en processen uitleggen. En heel veel mensen die zeer geïnteresseerd zijn om bijvoorbeeld workshops te komen volgen. Het transformeren van oude sieraden naar nieuwe sieraden, dat is wat ik dus veel doe. Mensen hebben oude sieraden liggen die ze niet meer dragen. En dan kan ik het in opdracht vervormen of transformeren tot een nieuw sieraad of in samenwerking met de klant. Dan wordt het een workshop. En dan gaan we dan ter plekke bekijken wat er gebeurt of wat er gaat gebeuren. Ja. Arnold, je bent hier niet alleen tijdens de kunsttiendaagse, je bent hier altijd. Dus mensen kunnen jou hier vinden. Klopt, ja. Dankjewel voor dit gesprek en een fijne dag verder. Dankjewel, graag gedaan.